Nou, hallo, goedemorgen. We zijn hier bij Down Wildpark. Hier heb je dus een 8 kilometer route door het park met de auto. Je komt langs verschillende, zeg maar, dieren wat normaal ook in de Eifel wonen, zoals damwild, wildzwijn, herten, natuurlijk edelherten, moeflons, jaks, Przelskypaden. Nou, ze hebben ook een apenverblijfje. Dat zul je straks ook wel zien. Maar je staat er iets op de kaart, wat je dus eigenlijk ook wel te zien krijgt, maar die wat niet op de kaart staan. Namelijk, als het goed is, zitten er ook van die ezels. We hebben de vorige keer ezels gezien in het park. En in ieder geval, die 8 kilometer route, dat gaat heel leuk worden. Ik zal hier en daar zal ik het uitlichten, straks in de route, waar we overal zijn, wat we te zien krijgen. Maar ik zal natuurlijk niet de hele route filmen, die heb ik de vorige keer al gedaan. Maar zie aan, dit is Wildpark. Natuurlijk. Heel mooi. En dat is Down. Yeah. Nou, als je tijd genoeg hebt, kun je natuurlijk ook gaan kijken naar het vliegen van de vogels. Natuurlijk, vrije vluchtvogel. En natuurlijk bij de apen, dan kun je dus door het hele verblijf lopen. Maar let op, bij apen moet je altijd heel erg voorzichtig zijn. Door ze, voel ze niet, ga ze niet aanraken, want ze kunnen bijten. Dus we zien er straks meer over. Dat in de safari. Natuurlijk nog een heel klein dingetje. De entreeprijs, volwassenen €14. Kinderen van 4 tot 15 jaar betalen hier €12,50. En groepen vanaf 15 volwassenen €12,50. En groepen vanaf 15 kinderen €11. En wat je nog hoort om me heen, is natuurlijk nog snoeiwerkzaamheden wat ze hier doen. Natuurlijk willen ze hebben dat het parcours altijd heel erg veilig is. Hier, een emu. Zo, dit is de allereerste stopplaats hier. En de vorige keer hadden we hier allerlei dieren gezien op deze stopplaats. Maar op dit moment nog helemaal niks. Het is hartstikke rustig. We hebben de eerste kleine moeflon gezien dit jaar. En dat was best wel leuk. Beneden ligt dan zo'n Przelskypaardje. En daar natuurlijk de runderen. Hè? Ja, we zijn bij de edelherten. Yes. Hey, hallo. Wauw. Hey. Hallo. Die ga ik aan me. Wauw. Kijk eens. Kijk eens hoeveel. Oh. Kom maar. Oh. Wauw. Ja, lekker hè? Wauw. Ja. Oh, dat is spannend. Dit is echt spannend dit. Wauw. Die gaat in. Kom maar. Hey. Ja. Lekker hè? Hey. Oh. Hey. Sick. Fikuskje. Hey. Goed zo. Ja. Hey.
Oeh. Hey. Ah. Hey. Lekker, hè? Hey. Ja. Ja. Wauw. Wauw. Hey, Moefies. Kom maar. Kom dan. Kom. Kom maar, Moefies. Kom maar. Uh-oh. En dan met de hert om te opletten. Oh, daar komt de ezel. Nou, dit is hier nog zo'n stopplek met zo'n tribune hier achter mij. De herten, de moeflons, alles loopt hier los, de ezels. Je moet een beetje opletten wat je doet. Maar dat is wel heel leuk. Eigenlijk om hier ooit een keer doorheen te rijden als je in je eentje bent. Ze zeggen ook dat je moet opletten met voeren uit de hand. Maar ik zei altijd, voorzichtigheid voor alles. We gaan door naar het volgende. Zo, we zijn op de volgende stopplaats in Engeland. We moeten alleen nog een klim naar boven maken. En hopelijk zien we dan wat damherten. Dat is altijd maar de vraag hoeveel die je ziet in het wild en hoe ze zich laten zien. Maar we gaan kijken wat we tegenkomen op dit moment. Nou, je ziet ook dat ze een nieuw bos hier zijn aan aanplanten. Dat hebben ze speciaal met een hek omheen gedaan. De planten natuurlijk de kans hebben om te groeien voordat ze opgegeten worden door de wilde herten. De vraag is, zie je ze of zie je ze niet op deze camera? Maar daarachter loopt een hele grote kudde. Witte damherten boven op de berg. Ze zijn wat heen en weer aan het lopen, ze zijn wat aan het eten. Maar dat is best een hele grote kudde. Er zijn ontzettend veel bij elkaar. In die bocht daarachter wilde zwijnen. Het zijn volwassenen met een paar kleinere. Maar dat zijn de wilde zwijnen. Nou, een van de laatste stopplekken hier in de omgeving. Je ziet... weer die vogels en damherten lopen hier rond en schapen. Nou, hier zijn al een aantal al dat hier wat eten komen. Kom maar. Ja, nee. Hier. Pap. Jo. Kom. Kom maar. Hoppa! Hey. Hop! Goed zo! Kom nu maar! Huh? Allemaal eten! Goed zo. Oh, echt waar. Nee. Hop. Zo. Lekker, hè? Goed eten.
Goed door eten, hè? Doei. Doei, doei. Nou, nog een laatste blik hier over deze weide tussen de vele herten en nando's in. En dan nog een paar edelherten en we gaan door. De wilde zwijnen lopen hier werkelijk gewoon de weg over. Kijk, zelfs kleintjes. Pyjama's. Daar komt de pyjama aan. Zeg ze het door? En aan de overkant zie je nog pyjama's. De edelherten en de jonge wilde zwijnen. Boah. Heb je ze? Je ziet ze hier gewoon overal lopen. De wilde zwijnen, dames en heren. Het is gewoon werkelijk ongelofelijk. Wauw. Echt waar. En veel tot er zijn. Ik heb er nooit zoveel bij elkaar gezien. Ik heb er een hele korte video van gemaakt, maar er zijn met ongelooflijk zoveel. Oh, ongelooflijk. Ongelooflijk zoveel wilde zwijnen wat hier over rondlopen. En zoveel edelherten. Nou, een heel klein stukje over de edelherten. Die staan daar te grazen. En het is straks een hele grote kudde gezien eigenlijk daarvan. En ook al heel leuk om eens mee te maken. Hoe het eigenlijk nu is om eigenlijk zelf tussen de edelherten en de wilde zwijnen door te kunnen lopen. Dat maakt het zo fantastisch leuk hier. Gaaf. Nou, ze hebben een compleet speelplaat met schipschommel waar je het over moet betalen. Een andere schommel en natuurlijk heel veel speelgelegenheden. De winkel is vandaag gesloten. Hier is natuurlijk het exotenhuis. Waar natuurlijk papegaaien en zo zitten. Dus exotische dieren. Zoals doodhoofdaapjes. Die zitten in dit hok hier. Daar zijn we de vorige keer al in geweest. Oude konijnen zitten hier buiten. Van die grappige fluffy oortjes daar. Dat is een konijnenhok. Hier een mooie trampoline waar je op kunt springen. Hartelijk welkom in het verblijf van de kangoeroes. Kijken of ze überhaupt naar ons toe komen of dat ze natuurlijk van afstand blijven toekijken. Kijk, zie ze kijken. Oh, de kangoeroes. Oh, oeps. Ja, we moeten daar doorheen hoor. Oh, gadver. De kangoeroes kijken naar ons. Kom maar. Kom. Ja. Daar zijn mooie kangoeroes daar. Zitten we een afstand toe te kijken. Hoe wij naar hun kijken. En wij kijken ook naar hun. Hé, hey, hallo. Hallo. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Oh, wat schattig. Wauw.
Kom maar kort erbij. Kom maar. Ja. Oh god. Ja. Leuk. Goed zo. Ja. Kijk, kijk. Ja. Oh. Ja, kom. Kom maar hier. Dat is leuk. Wauw, echt van lekker dichtbij. Wauw, echt vet. Wauw, het is echt super gaaf. Ja, echt heel gaaf. Dat zijn de neusberen hier binnen. Ik weet niet of je ze überhaupt te zien krijgt, maar ze zijn hartstikke leuk om te kijken. Neusberen. En hier buiten de polovos. Achterdoor. Iets twee kleinere polovosjes. Wel leuk om iets van die kleinere dieren mee te maken, van die polovosjes. Je ruikt ze ontzettend en hier beneden ligt er een te slapen. Het schapenverblijf, kijk, kleintjes. Oh, kleine lammetjes. En achter nog zo'n hele klein. Oh, dat is schattig. Echt heel leuk. Hallo, ja. Ja. Oh. Ja. Hm? Wat moest ik nu weer, hè? Hé, hey, wat moet jij nu weer, hè? Hm? Ja. In deze boom twee berberapen. Waar is de rest? Het is ontzettend stil hier in het apenbos. Volgens mij hebben ze zich verstopt. En misschien springen ze dadelijk uit het wild. Ja, daar zitten onze paar van die berberaapjes. Wat heeft hij op zijn rug zitten? Volgens mij heeft hij een kleine. Ja hoor. Hij heeft een kleintje op zijn rug. Oh. Dat is leuk. Hij heeft echt een kleine. Oh. Dat is leuk. Zie je de berberaap met een kleintje? Kijk. Ach, schattig. Oh. Daar zitten er drie bij elkaar. Heel zachtjes, lekker warmpjes. Zitten er echt lekker warmpjes bij zo.
vinden ze gewoon super lekker daar. Oh, ze zijn met z'n vieren. Wauw. Oh. Hey, hallo. Met z'n viertjes bij elkaar. Dat is leuk. Wauw. Oh. Dat is echt leuk. Zo hé. Zo kort bijna nooit bij zijn berbe-aap geweest. Daar is er een aan het vlooien. Wauw. Kijk. Ja. Dat is wel hartstikke leuk zo. Wauw. Zo hé. Kijk eens hoe relaxed. Nou, normaal gesproken heb je hier de vliegshow met de vogels. Daarachter nog kamelen. Hier laten normaal uit de vogels vliegen. Als het lekker weer is en het kan, dan wordt hier een vluchtshow gegeven. En hier zitten dus al die vogels in verschillende hokken. Zitten ze. En dat is heel erg moeilijk om te filmen, daarom maak ik er eigenlijk geen video meer van. Van vogelkooien. En omdat ik er ook niet van hou. Vogels horen niet in een kooi thuis. Die horen gewoon in de vrije natuur. Zo. We zijn dus compleet rond. In het wild- en vrijheidspark, oftewel wild- en levenspark Down. Wanneer is nu de beste gelegenheid om te bezoeken? We zijn 2 keer geweest. We zijn in het najaar geweest vorig jaar. En we zijn nu in het voorjaar geweest. Nou, ik adviseer, als je iets wil zien, ga in het voorjaar. In het voorjaar zie je de kleine wilde zwijnen. Zie je meerdere herten rondlopen. Dat maakt het stukken leuker. En dan zie je ook de kleine schaapjes en zo. En dat zie je dus in het najaar, dus echt werkelijk niet. Nu in het voorjaar is het ook fijn. Ga je buiten de vakantie, buiten de Duitse vakantie, dan heb je hier genoeg om te bezichtigen. Dat is ook niet zo druk. Dan kun je hier alles op je gemak bekijken, ook bij de apen en zo. En dat is ook heel erg leuk, want de apen hebben nu ook jongen. En dat is in het najaar ook niet. Dus nu, in het voorjaar, is echt een tip. Wil je het park gaan bezoeken, ga in het voorjaar. Dan zie je namelijk alle kleine dieren hier in het mooie park. En ik ga afsluiten. Ik hoop dat je niet vergeet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer.